Oh, key, turkey, daily challenge, tried, right? and so. That's like my Zuidoost Aziyah to say. Lakewood Baptist Church. This is Engels and salted here, yeah, waarshmallow. Lakewood is wel a hill. Typisch Engelse naam die ik eigenlijk niet verwacht had. Maar goed, Engels suggereert dat dit waarschijnlijk Filipijnen is. Ik hoop dat hier ik denk dat dit de Filipijnen gaat zijn. Lijkt mij. En ik denk zo waar dat dit misschien wel eens niet in de buurt. Hallo. Dit is, is. Ik wilde zeggen dat dit niet in de buurt van. Uh, of op het eiland van Manila is. Maar. Nou, als ik dit weer zie, dan twijfel ik weer eraan. Als het niet uh, Filipijnen is, want ik hou daar toch nog wel een klein beetje rekening mee. <coughs> Excuus. Ik dacht heel even dat dat Filipijnen zijn. En dan was ik blij dat dat. Uh... Wat is het dan? Want het moeten Filipijnen zijn. Ook qua wegdek, zeg maar, met die betonplaten, dat is zo typisch. Nogmaals, ik zit misschien niet op het goede eiland, dat is een ander verhaal, maar het, het... Lake Zo. Dat Zou je denken dat er toch wel enigszins makkelijk te vinden moet kunnen zijn. Lakewoods. Dat is echt zo'n naam waarvan je denkt van... Dat moet opvallen in... Uh, in dingen in uh, de Filipijnen. Lakewoods. Nou, madame, dat is ook echt de reden dat ik zit te denken: van dit is dus verder weer pijn niet. Puur omdat. Oh, hallo. Uh, ik wilde onder. The... Ik wilde dat zien, maar. Zamboanga. ...tel Ja. Uh... Zamboanga. Uh, oh, wel. Um, dit Brazilië en onder Zuidoost-Azië. Uh, ik had toch voor Zuidoost-Azië. Denk ik voorlopig wellicht. ik weet het echt niet. Uh, nou, oh weet je wat ook zou kunnen? Bolivia. dit zou wel eens Bolivia kunnen zijn. In keer... Heb ik zoiets van, oké. Okay. Als het niet Zuidoost-Azië is, waar hebben we dan wel eens vaker gezien dat we langs zo'n weg rijden, waar eigenlijk voor de rest geen echte herkenbare punten zijn. En één schiet met de binnen, ja, Bolivia. Het is niet Bolivia. Dit is zeer waarschijnlijk. Dan Ghana, denk ik. Ja, ik dacht dat er, er stond toch, nee, maakt ook niet uit. We hebben geen bewaking bij ons, dus Nigeria valt al af. Het zijn die grote stappen die ik maak, die mij doen denken dat het niet per definitie Ghana is. Maar ik zou niet weten wat het anders zou kunnen zijn. Um, het is Engels. Dus er valt bijvoorbeeld. Nogmaals, dat is het niet. Er valt bijvoorbeeld Senegal valt al af. Ehm. Um, Uh. Ik weet niet of ik goed zit. Is er kans dat dit Esantini is? Het was wel Nigeria. Verrassend dat ik dan geen uh, bewaking bij heb, joh. Eh... Uh. België, nee, dat is Engeland, natuurlijk want schrijven rijden rechts, gele nummerplaat, oké. Okay. Het is voorlopig nog niet echt een uh, bijster geweldig begin, maar nogmaals, ja, normaal na, na die eerste dat het, wat uh... ben ik nou al vergeten joh? <laughs> dat het uh, uh, helemaal ten zuiden van de, de, de Filipijnen lag. Is dat Sambu Sambuanga? Ik, ik spreek het echt absoluut niet goed uit. Dat weet ik wel. Lancashire. Shit. <laughs> ja, dat is echt shit. Want ik weet niet waar Lancashire ligt. Um. Um. Ik, ik want volgens mij is dat een, een regio en niet zozeer een plaats. En ik heb geen idee waar dat ligt. Uh. Wel crap Dit is Schotland, engeland Ja, yeah, en volgens mij zijn er geen onderscheidingen Oh no uh. <laughs> ja, ik denk ook niet dat ik echt nog Ehm um. Is dat hier beneden? In, in mijn... maar ja, wat ik zeg, ik, ik weet het niet niet honderd zeker. Of is is, is het wel een plaats was er Manchester? Ah, oh, waar is Lancashire? Sure. weet dat het dan zometeen wel een plaats is. En dat ik gewoon te dom ben om hem te vinden. Oké, okay, dan weet ik dat voor de volgende keer. Over. Ehm... Um... Wordt niet links gereden. Dit zou dan wel precies kunnen zijn. Dat oh, zou een mooie aanvulling zijn op uh, wat we tot nu toe gehad hebben. Oké, okay, ik twijfel wel weer een beetje aan. Uh... Een presidium, nou weer niet meer. Wat is dit? De, want het lijkt echt van het, het ene op het andere moment, lijkt het gewoon een compleet ander land. Daar heb ik niks van. Dan wil ik toch graag een. een Bordje zien met wat taal erop, zo zeg maar. Ik denk dat dat het meest bruikbare is. Oké, okay, er komen wat huisjes aan. Ik hoop dat daar gewoon een bedrijfje staat. Er staat een bedrijfje, kijk. Oké. Okay. Dit lijkt me dan niet zozeer. Zou dit dan Bolivia zijn? Ik wil, zeggen, ik wil niet zeggen dat het kleine nummer worden zijn. Je zou kunnen zeggen dat het relatief kleine nummer worden kunnen zijn, maar klein. Ja. Dan, 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 dan is het toch. Maar goed, wat zou het dan zijn, weet je? Um... Ja, want... De, de, de... Die zijn er ook niet echt... Heel aansp... Niet ja. zo te starten uh, voor die paar seconden. Hé, hey, luister, het zou maar net zijn dat, dat ik met die paar seconden iets vind waarvan ik zeg van... Dat zocht ik al die eeuwen. Maar net zoals dit. Dit is echt hetgene wat me laat zeggen van. Dit is, dit is niet Brazilië. Nou, is dat een bord Dat is dus nou weg. Omdat ik. Dit lijkt toch echt een compleet ander land dan waar we toen net waren. Het ene lijkt in Brazilië opgenomen te zijn. Het andere lijkt alsof het uit Australië of zo komt. Was Mexico. Ik had dat echt nooit van zijn leven geraden. Nooit. Kenia. <laughs> Gebaseerd op de witte auto. Ik moet nog heel hard mijn best doen om uh, überhaupt iets van uh, een zilveren te halen. Wacht even, want ik moet heel even. Meneus neus snijden, of tenminste niet snijden, want dan hoor je dat wel zo... Um. Environment... Agriculture, zie ik dat hier staan. Vertalingen staat ver weg van uh, waar ik het wil uh, zien. Nou ah ja, ga net inhalen voordat we bij een bord komen. Zeker. het, nou, dit, dit lijkt me ook niet in een heel groot uh, plaatsje te zijn. Zou dit dan een schoolgebouwtje zijn? zou dit iets anders zijn? Maar echt, deze. Deze Google-auto. Uh, uh, het is niet eens gewoon zo'n officiële Google-auto. <coughs> Sorry. Want die rijdt sowieso. Uh, denk ik niet als een uh, half idioot. Plotsversil. Ja. Ik, wat ik zeg, ik kan kijken of ik. Uh, het zou. Want we weten trouwens, dat is een goed punt. Nee, want het was allemaal Engels zoals we op de zaak staan. Ik wilde net zeggen van het zou kunnen dat dit uh, Rwanda is. Want we weten dat ze inmiddels buiten Kigali ook uh, coverage hebben. En dat is op zo'n witte truck. Maar volgens mij zijn alle borden die we gezien hebben, zijn Engels geweest. En ik, ik weet niet wat het precies in gewonnen is. Volgens mij is het een beetje een mengeling van Frans en Rondees wil ik zeggen. In ieder geval, uh, niet de, 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 de een makkelijke. O, oh, daar staat niks op. En het uitzicht ziet er ook gewoon niet uit zoals op andere plekken. Het was helemaal in het zuiden. Zou ik kunnen dat we het net gehaald hebben? Nee, net niet, helaas. Brons mag ook wel, hoor, want het, het was echt, echt geen goede ronde. Twee keer het foute land. Twee keer het foute land. En dan. Uh... Twee keer echt gewoon aan de andere kant van het land. Nee, drie keer. Want dit is ook nog aan de andere kant van het land. Dus ja, nee, dit, dit mag, mag eigenlijk verrast zijn dat het überhaupt nog brons is. Maar goed. Hopelijk dat het morgen beter gaat. Morgen weer een dag. En een uur de challenge. En dan zeg ik tot morgen.